SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Welkom bij de samenvatting van de wedstrijd Urk tegen Excelsior 31. Scheidsrechter is de heer De Vries. En onze pupil van de week is Seth Bennick. En vooraf aan de wedstrijd was er een oproep gedaan aan alle leden om zoveel mogelijk in blauw-wit te komen. Seth Bennick hier, onze pupil. Hij schiet een mooie rechtsbenig in. Urk die sterk aan de eerste helft begon. Rikkelt Jan Brans, speelt in op Lucas Tol, passeert mooi zijn man. Legt de rug op Lico Schraal en Johannes Schrijver die schiet. Maar de keeper weet hem tot corner te werken. Urk domineerde de eerste helft. Hier een aanval op rechts op Ieder Neentjes die weer teruggekomen is van een blessure. Zijn man hier uitspeelt. Ja, Lucas Schraal die naar de grond gaat, maar de scheidsrechter laat het doorgaan. Corner van Johannes Schrijver. En Rikkelt Jan Brans die naast kopt. In de eerste helft kon ik toch niet echt merken dat Excelsior 31 vocht tegen degradatie. Want hier was het weer een aanval van Urk. Lucas Schraal die zijn man uitspeelt en rechtstreeks op het doel schiet. Maar de lange keeper weet deze bal tegen te houden. Ja, en dit was eigenlijk wel het hele beeld van de eerste helft. Mooie aanvallen van Urk, maar nog steeds 0-0. En dan krijgt hier Klaas Ronke schitterend aangespeeld door Ieder Neentjes. Die de bal goed onder controle heeft en goed inschiet. En Urk op een zeer verdiende 1-0 voorsprong komt. En die voorsprong is ook echt nodig. Zie nogmaals die mooie paas van Ieder Neentjes. En in de 25e minuut wordt het. Er is veel publiek opgekomen op deze wedstrijd. Circa 1200 man publiek. Weer een mooie aanval, maar Rikkelt Neentjes tikt deze bal via de keeper over. Corner leverde niets op. En hier moet eigenlijk Rikkelt zelf schieten. Maar hij wilde afgeven op Klaas Ronkes. En zo bleef het 1-0. Excelsior 31 die hier een van de weinige aanvallen in de eerste helft opzet. Levert een hoekschop op. Benny Dunnik op rechts. De eerste helft was Lucas Schraal toch wel een plaaggeest voor zijn tegenstander. Een voorzet die wel binnen blijft. Wordt ingespeeld op Lucas Tol. En die wordt van richting veranderd en die komt voor de voeten van Klaas Ronkes. En zo is het 2-0. Klaas Ronkes die zijn tweede doelpunt maakt. Hij kreeg het voordeel boven Hessel Snoek in de spits en dat laat hij zien. Door middel van twee doelpunten in de eerste helft. Hier legt de scheidsrechter de bal neer voor een vrije trap.
voor Excelsior 31. En die net overgeschoten wordt. En zo gaan we rusten met een 2-0 voorsprong voor Urk. Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties. Totec installatietechniek. En No Milk Today. En zo zijn we begonnen met de tweede helft. Een corner voor Johannes Schrijver. En zo is het Klaas Kramer die de bal plotseling voor zijn benen krijgt. Maar een verdediger van Excelsior 31 weet het schot te keren. En zo blijft het 2-0 in de tweede helft, in het begin van de tweede helft. Ik zou zeggen dat deze bal achter was, maar de scheidsrechter laat doorspelen. De bal wordt gespeeld op links. Die bal gaat door de midden. Maar Richard Strijker weer deze bal tegen te houden. Excelsior 31 is toch anders uit de kleedkamer gekomen, want ging toch wat meer met druk vooruit spelen. Hier is het de tweede aanval voor Excelsior 31. Ja, het is toch voor Excelsior 31 wel belangrijk om punten te halen. Je had Klaas Romkes op rechtsdoor. Maar die wordt afgevlacht wegens buitenspel. Veel strijd in de tweede helft. Maar de verdediging van Urk weet zich goed te houden. Hier claimt Excelsior 31 een penalty, maar de scheidsrechter wil daar niet van weten. Ieder Nentjes die voor iedere meter knokte. En toch een bal door het midden. Ja, die wordt goed ingeschoten. Ja, en zo kantelt deze wedstrijd in de tweede helft. 72 minuten maakt Excelsior 31 de aansluitingstreffer. En zo kregen we toch een heel ander gezicht te zien van deze wedstrijd. Het was alles of niets voor Excelsior. En hier een best wel pittige overtreding op Jan Ras. En dat leverde een gele kaart op voor de speler van Excelsior 31. De scheidsrechter die de wedstrijd goed wist te leiden. Dan is het Lucas Schraal die de bal via de vrije trap voor de benen kreeg. Maar de doelman van Excelsior 31 wist dit schot goed te pareren. Zo krijgt Jelle de Boer, die ingevallen is, de bal op zijn hoofd. Maar die wordt van de doellijn afgekopt, afgehaald. Urk had moeite met een ander spelend Excelsior 31 die eigenlijk alles of niets ging spelen. En zo bleef het tot de laatste minuut toch wel spannend. En dan zijn we in de blessuretijd beland. Urk die de hele belangrijke 3 punten nodig heeft. Nog een verre uittrap van de keeper. Maar toch kwam Urk niet meer in gevaar. En zo bleef het 2-1. Belangrijke overwinning voor Urk. 3 punten. Urk tegen Excelsior 31. 2-1. Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties. Totec installatietechniek.
en No Milk Today. Wedstrijd Urk Excelsior. Jullie beginnen volgens mij heel compact met 5 man achterin. Hoe zie je dat zelf? Is dat zo gegaan zoals jij dacht dat het moest lopen? Ja, helemaal goed. Ja, die eerste helft is niet bepaald gelopen zoals ik van tevoren uitgedacht had dat die moest gaan lopen. Natuurlijk hebben wij, maar dat hebben we de laatste weken al gekozen voor 5 man achterin. Zodat we in de laatste linie net wat meer compactheid had. We wisten natuurlijk dat we met jullie linksbuiten, Lucas Tol, die heel veel naar binnen kwam en ook vanuit de tweede lijn veel kon schieten. Een goede speler, twee nummer 10's, allebei linkspoten, goede voetballers. Daardoor dachten we van, weet je, op het moment dat we dat dan opvangen, dan hebben we iets meer grip. Maar dat kwam er niet uit. Duidelijk, wat mij opviel de eerste helft. Jullie zijn aanvoerder raakte geblesseerd volgens mij aan het eind van de eerste helft. Daarna kom je in de tweede helft kom je binnen. Dan is er één keer heel veel meer strijd bij jullie. Krijgen jullie kansen? Hoe zie jij het verschil tussen die twee middenvelders die wisselen van de aanvoerder met de nieuwe speler? Ja, we gingen natuurlijk de tweede helft veel hoger druk geven op de helft van Urk. Dat had ook mee te maken natuurlijk dat onze aanvoerder geblesseerd raakt. Alleen ik moet zeggen dat we, ja, als je over de hele kijkt, gewoon te weinig gegeven hebben. Ik vind dat we de eerste helft, een dramatische eerste helft spelen. Waarin we overal te laat zijn. Waarin we totaal geen grip krijgen op Urk. Ook een compliment aan Urk hoe ze dat er onderuit voetballen. Alleen, geen Excelsior-waardig niveau wat we daar gehaald hebben. Dan kom je met elkaar in de kleedkamer en dan kijk je elkaar aan van ja, jongens, ja, dit mag potverdikke ons niet overkomen. En wat gaan we er de tweede helft aan doen om dit tijd te keren? Daardoor zijn we, maar dat zijn we eigenlijk na de goal al gegaan, tactisch iets anders gedaan. En vervolgens vind ik dat we een prima tweede helft hebben gespeeld. Beter ten opzichte van de eerste helft, maar ja, daar nog wel veel meer uit moet komen. Ja, vind ik ook. Jullie hebben heel veel strijd in de tweede helft geleverd. En ik denk dat jullie de aankomende twee wedstrijden deze strijd leveren. Dat jullie gewoon volgend jaar nog gewoon terugkomen op Urk. Ik wens jullie een goede terugreis en veel succes aan de wedstrijd. Dankjewel, daar gaan we voor. Okay. Annie, gefeliciteerd met deze overwinning. Als ik even kort naar de eerste elf kijk. Denk dat jij een heel tevreden trainer bent. Weinig kansen weggegeven, bijna geen kansen weggegeven. Wel kansen gecreëerd, ondanks de 5-man verdediging van Excelsior. Denk jij er ook zo over? Ja, nou ja, we, dat klopt wat je zegt. We wisten dat zij 5-3-2 gingen spelen. We hebben ze opmerkzaam gemaakt. We hebben ze beelden laten zien in de week. Van de eerste wedstrijd hier tegen Sparta en Nijkerk. Die speelden eigenlijk een beetje hetzelfde systeem. En om daar een beetje aan te wennen. Want daar kom je niet wekelijks tegen te spelen. Nou, en ook donderdag op de training aangegeven. Als je wat wil, dan liggen de mogelijkheden liggen met name over de zijkanten. En ik vind dat we dat prima gedaan hebben. En we creëren veel kansen. We hebben niks weggegeven de eerste helft. En dat is ook een compliment. Dus ik was inderdaad zeer tevreden. En dan ga je de kleedkamer in. Sta je met 2-0 voor, nou, dat is prima natuurlijk. En ook aangegeven jongens van, wat gaan we nu doen? Gaan we de 2-0, gaan we die proberen te verdedigen? En dus wat behouden de spelen? Of gaan we gewoon door en op zoek naar de derde goal zoals we dat op Urk gewend zijn? Nou ja, het antwoord wist ik natuurlijk wel. Iedereen wil zo liefst mogelijk naar voren spelen. Dus als trainer ga je daar natuurlijk in mee. Maar goed, als je dan ziet hoe we gespeeld hebben in de tweede helft. Dat was natuurlijk een stuk heel wat minder. En dat was eigenlijk nergens voor nodig, omdat we mogelijkheden kregen om te voetballen. Met name omdat zij veel meer druk zetten. Als we de bal aan de zijkant hadden, lag het aan de andere kant lag het vaak open. En we waren niet bij macht om het spel te verplaatsen naar de andere kant, waardoor we constant onder druk bleven te staan. En dat was jammer. Nou, dan maken zij de 2-1. Dat is eigenlijk in mijn beleving de enige kans die ze gehad hebben. En die verzilveren ze dan ook. Ja, en dan wordt het billenknijpen. Dan weet je dat het ik dacht nog 1 minuut of 20 te gaan. Dat er gewoon een lastige pot gaat worden. En die speel je dan vaker. En dan wil je naar voren schreeuwen. En dan wil je hebben dat ze dat meer druk gaan zetten. En noem het allemaal maar op. Maar dan op de een of andere manier sluipt dat erin. En dat krijg je er dan ook niet zo makkelijk uit. Nou, dan mag je in ieder geval nog blij zijn dat je dan de 3 punten pakt.
En dat je dan ook nog weet hoe de concurrentie gedaan heeft. We hebben gewoon vandaag een hele goede pot neergezet en een goede stap gezet richting lijstbehoud. Ja, dus eigenlijk hebben we vandaag hele goede zaken gedaan. Wat ik nog wel wil vragen aan je, van ik denk dat je van de week er ook aan gaat werken. Hoe kan Urk, als je met 2-0 voor staat, dat die wedstrijd eigenlijk een klein beetje gaat kantelen, omdat zij meer strijd en meer druk gaan leveren? En waarom gaat Urk dan achteruit voetballen? Ja, maar dat is, ik denk dat dat het mysterieuze is. Dat, kijk, er is niemand in het elftal die het veld ingestapt is, tweede helft, die heeft gedacht, joh, ik doe 20 of 30% minder. 100% niet. Maar dat overkomt je. En als je dan 2 of 3 spelers hebt die even wat minder in de wedstrijd komen, ja, dan krijg je als team krijg je dan een probleem. Dan kom je niet meer aan de druk zetten toe als we dat in de eerste helft hebben gedaan. Ja, en dan wordt het een lastige pot. En dat is ook gewoon maar erop gaan trainen. Ik denk dat weinig zin heeft. We kunnen hartstikke goed voetballen, dus dat is het probleem niet. Alleen we moeten zorgen dat op het moment dat het kan, dat we dan ook goed gaan voetballen. En de mogelijkheden die we hebben in het uitspelen van een tegenstander, en die waren er vandaag ook in de tweede helft legio, dat we daar beter in moeten zijn. Maar goed, dat weten die jongens zelf ook wel. Nou, laten we daarmee afsluiten met een positieve 3 punten die op Urk gebleven zijn. En we gaan de aankomende 2 wedstrijden hem afmaken. Dat lijkt me het best. Dankjewel.